Leon, als je alsjeblieft haar handen vast houdt en haar wil aankijken, mij dan later. Ik geef je deze ring. Ik geef je deze ring. Als symbool en teken. Symbool en teken. Van mijn liefde en trouw. Van mijn liefde en trouw. Ja, mijn naam, hè. En dan nu de ring. Als je mij wil openen, dan zeg je het. Hallo. Ik geef je deze ring. Ik geef je deze ring. Als symbool en teken. Symbool en teken. Van mijn liefde en trouw. Van mijn liefde en trouw. En dan nu echt het moment dat jullie ja op open treffen. Nog een ring? Oh, ja, ja. Ja. Deze ring geef ik aan jou, omdat jij de geweldigste dochter bent die ik me kan voorstellen. En dat is ontzettend veel van jou. Best mij alleen nog goed om het touwtje te overhandigen. En dan moet ik naar jou kijken, Leon, want het valt erbij. Ik snap even lang niet het aan het steeds. Het staat er echt in, dus dat moet geen reden zijn om ruzie te maken. En iets wat ik altijd mee heb aan andere luisteraars. En aangezien jullie op het temperament voor het spel zijn, wil ik het zeker meegeven. Maar dat is iets dat geldt voor elke relatie. Want in elke relatie heb je goede en minder goede momenten. En het is heel makkelijk om in die val te staan, dat is ook zo. Dat wanneer je minder momenten dat je dan iets zegt of iets doet, dat je dan buiten zult komen. Daarom geef ik altijd aan het luisteren. Wanneer je minder momenten stelt dat die denk is gedaan, zodat je iets zegt of iets doet, dat je dan sterk op je werk. We hebben vandaag keuze gemaakt met de persoon.